Ik vond het eenzijdig belicht. Hoe bedoelt u? Ik vond dat alleen maar de Turkse dame aan het woord kwam en er niets gezegd werd over de aanleiding tot de problemen die ontstaan zijn. Yusu, kankerterre! Ik weet niet waarom die jongen gepest is. Het is wel zo in het algemeen, als iemand een beetje bij de groep valt, dan kan hij gepest worden terwijl het niks met racisme te maken heeft. Er werd wel vaak poephoofd gezegd en dat ik op een aap leek. En dat werd wel vaak herhaald in de klas. U vond dit geen racisme? Dat weet ik niet. Daarvoor zeg ik, ik ken de aanleiding niet. Kinderen die spelen met elkaar. En kinderen maken ook wel eens ruzie. En we horen ook elders wel eens op de televisie. Maar dit was wel iets meer dan ruzie wat we zagen. Ja, maar we horen ook wel dat elders in ons land ook gebeurt. En dan soms nog erger. Ons huis bekogeld, deur geschopt, 4 aangifte gedaan. Jammer voor het dorp dat het op deze manier gegaan is. Veel alleen over haar kant. Zij doet net of ze hier gewoon voor niemand iets is. Kende u het gezin? Ja. De vrouw en de zoon? Ja, die kende ik. Ze woont schuin tegenover mij. We deden altijd buurtbarbecue. De laatste keer zou ze komen, is ze niet gekomen. Dus ja, dan denk ik, joh, wil je erbij, wil je er niet bij? Ik vind niet alles dat het van één kant is gekomen. U heeft moeite, hè, met deze situatie? Ja. Kijk, ik heb bewust afstand genomen van hun, omdat zij die vlaggen buiten had hangen en dat bord voor het raam. Heb ik echt tegen haar gezegd, zolang jij die vlaggen daar hebt hangen en dat bord voor het raam, praat ik niet weer met je. Waarom niet? Omdat ik dat discriminerend vond en tegenover ons. Wij hebben respect voor de vlaggen. De vlag van Nederland, we hebben hier ook een Gieterse vlag. Wij hebben respect voor vlaggen. En dan ga je er niet op deze manier mee om. Ik ken eigenlijk geen racisme in Giethoorn. Als mensen een beetje met de gemeenschap meedoen, worden ze niet gediscrimineerd. Als zij problemen had op school hier en stond ze huilend bij mij aan de deur. Nou, dan kwam ze binnen. Ik heb zelfs voor haar naar de school gebeld. En dat zal ik dan nu wel zeggen. Toen ik met haar telefoon belde, werd er niet opgenomen. Maar toen ik er achteraan met mijn eigen telefoon belde, toen was er binnen 2 tellen de telefoon opgepakt. Zij voelde zich gediscrimineerd. Dat denk ik wel, ja.